Vandaag ben ik de gast in Waalwijk en we zitten in de perskamer van het Mandenmakersstadion. En ik zit misschien wel naast de minst bekende aanvoerder van de Eredivisie, Daan Rienstra. En ik ga met jou je dreamteam samenstellen uit de Eredivisie. En daarbij is er één regel. Je mag van iedere club maar één speler kiezen. Ja, ik ben er klaar. Ja, laten we beginnen met je eigen club, RKC. Het is het oude logo, dat zeg ik erbij. We gaan hem zo spoedig mogelijk aanpassen, want de perschef was des duivels. Het is al 5 jaar veranderd, het is echt een schande. Wil je eigenlijk iemand uit je eigen team ook in jouw dreamteam zetten? Ja, natuurlijk. Zet iemand dan, uit mijn eigen team erin? Niet mezelf, dat vind ik te makkelijk. Ik zet Meulensteen erin. We spelen 4-3-3? Of? Ja. Oude Hollandse school. Oude Hollandse school natuurlijk. Okay. Ja, want we hebben nu Ajax neergelegd en AZ neergelegd. En Heracles zijn 3 clubs waar je ook gespeeld hebt. Dat brengt ons automatisch bij Feyenoord, waar Feyenoord ook een jaar gezeten hebt. Laten we nog maar even wachten met Feyenoord. We wachten nog even, leggen we die even op. Nog andere posities waarvan je denkt van... Ik moet nog een goede spits zijn. Maar ik heb... En een goede keeper. Ja. Daar begint het eigenlijk. Dat ik Onana kiezen, maar mag je niet van 2 balletjes eten. Nee. Vitesse, Willem II, FC Utrecht. Willem II kan eigenlijk al niet bijvoorbeeld, vind ik. Maar je moet objectief kijken, als ik trainer zou zijn dan... Okay. Moet ik gewoon de beste spelers opstellen. Dus ja, dat is lastig. Maar ik moet ook nog goede middenvelders hebben. Ik heb mijn kruid al een beetje verschoten, zie ik. Nou, zet ik Berghuis op 10. Berghuis op 10? Kan niet anders, die moet een plekje krijgen. Speler moet je Nee. Ziyech die krijgt een plekje. Dat, hè? Dan moet iedereen voor wijken, zoals Onana. Begin maar gewoon bij de keeper. Vertel maar waarom je ervoor gekozen hebt. Ja, ik denk gewoon pad. Betrouwbare keeper. Maakt weinig fouten. En ik denk dat dat belangrijk is. Als keeper zijn. Ja. En dan kom ik bij Dumfries. Gewoon een goede rechtsback. Sterk, snel, veel eroverheen. Ja, en ook betrouwbaar. Beste rechtsback van de Eredivisie? Ja, denk ik wel. Dan kom ik bij Meulensteen. Jong, potentie. En gewoon echt een goede voetballer. En daar hou ik van goede voetballers. Die zou ik altijd als eerste opstellen als ik trainer zou zijn. Dus, ja. En dan bij Peters. Terug van een toch best zware blessure volgens mij. En staat er elke week en doen het goed dit seizoen. Hoe kom je bij Xibora terecht? Tegengespeeld 2 keer en gaf een positieve invloed op mij gehad. Oké, en dan hebben we middenveld met AZ, Utrecht en Feyenoord. Ja, ik denk Koop Meiners die, het is gewoon echt een goede speler en verdeelt het spel ook bij AZ. Ik denk dat die stille kracht in ieder geval heel belangrijk is in het spel van AZ en dat het misschien nog wel eens onderschatten. Ben je zelf de type speler als dat jij bent? Nou, ik wil mezelf niet graag vergelijken, maar ik vind hem gewoon een goede speler. Ja, Utrecht maar, hè? Ja. Ook denk ik een lastige periode gehad, maar nu ook weer vorig jaar al opgebloeid en dit jaar ook. Ik vind hem gewoon een goede speler. En op 10 Berghuis, doet het bij Feyenoord goed, aanvoeden. En ik zie misschien lief vanaf rechts spelen, maar dan daar staat mijn favoriet al. Ziyech. Ze kunnen een beetje switchen, denk ik. Ja, ze kunnen lekker in een vrije rol, die twee. Ik denk dat ze dat goed kunnen invullen. Ja. Nou, Ejuke vind ik ook wel verrassend eigenlijk. Die brengt wat extra's, denk ik. Frivol. Ja, gewoon een goede speler. Handen binnen. Ik denk dat elke rechtsback daar moeilijk mee heeft. En dan Brian Linssen als valse spits. Voor de hoge ballen. Voor de hoge ballen, weet je. Willen we de lange bal spelen, dan... Nee, ik denk dat hij ook goed kan koppen, ondanks zijn lengte. Maakt sowieso veel goals elk seizoen. En dat bewijst hij bij elke club, denk ik. Die krijgt ook een plekje voor hem. Vind je dat hij nog veel gegroeid is ten opzichte van zijn tijd bij Heracles? Ja, niet. Als voetballer, bedoel ik. Ja, als voetballer zeker. Ik denk dat bij Heracles dat hij nu wat constanter is. En dat was hij bij Groningen al, veel goals. En daardoor zijn stap naar Vitesse. Dus misschien zit er nog een stap in voor hem. Ja, dan hebben we tot slot nog 1 vraag over. Er mag nog een coach boven. En er is maar 1 regel, het mag niet je eigen coach zijn. Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Dan Ten Hag. Ah, trouwens. Misschien moet ik wel voor Slot gaan. Ja, dat is wel een trainer die ook het maximaal uit de groep haalt, denk ik. Ja. Ik denk dat ik voor Arne Slot ga. Ik denk dat hij dit seizoen dat het knap is wat hij doet. En dat ze heel goed voetbal laten zien. En over de grond. En ik denk dat hij daar een heel groot aandeel in heeft. Blij met je team zo? Ja, ik ben helemaal tevreden. Ik zou wel aan de slag willen met deze spelers als ik later trainer zou worden. Top, dankjewel. Alsjeblieft.